U bent hier bij het 7e garageconcert. We hebben dit jaar, zoals u al gezien hebt, Gerard van Maasakkers uitgenodigd. En ik heet hem van harte welkom. Dit concert dat wordt u aangeboden door de ondernemerskern Hoogland. En dat is wel op zich een applaus waard. Wat een naam. Ik ben geen mens voor een spandoek. Ik loop niet met kreten voorop. Maar als het me niet zint wat je maar doet, dan spring ik er wel bovenop. De opkomst naar Behoren is enorm. Ik heb enorm veel reacties gekregen, contact gekregen. Het was zelfs zo erg dat mijn telefoonbeantwoorder op mijn telefoonbeantwoorder een boodschap in moest spreken. Mensen, het is specifiek bedoeld voor mensen uit Hoogland. Uit heel Nederland werd massaal gereageerd. Ja. Zelfs naar deze garage toe. Maar Gerard Maasakkers is hot. Ja, die is hot. Ja, ja. Maar dat hebben heel veel mensen kenden hem niet. En jullie, je hoort waarom. En jullie bieden dit zomaar aan de Hooglanders. Ja. En ook een enkele Amersfoorter. Dat maakt niet uit. Dat iedereen niet is welkom. Ja. En gastvrij welkom. Wat hier op mijn badge ook staat, dat wil ik heten. Jullie hebben ook wat ondersteuning gehad, financieel, om dit te kunnen organiseren. De ondernemerskern die sponsort dit voor een deel. En we hebben ook vanuit het buurtbudget Nieuwe Stijl hebben wij een aanvraag ingediend. En die ondersteunen hebben dit met stemming, is dit door de Hooglandse bevolking ondersteund eigenlijk. Met een mooi bedrag. Ja. Deze jongen hebben geen miljoen. Zeker. Maar Zakkers heeft u al eerder in dit soort concertzalen opgedragen. Ik heb nog nooit in een garage opgetreden. Wel eens in een meubelzaak, maar nooit in een garage. En Kees? Prima. U rijdt dit naar is de die andere man. Ja. Hoe laat begint de verloting? Ja, ik heb... Ik moet nog even... Ik zal even aan de directeur gaan vertellen. Maar wij het winnende getal in zijn hoofd heeft, want hij moet het zeggen. Het bevalt goed zo. Ja, het bevalt prima. Hij zit meer echt aan dorpen, zoals wij ook uit Brabant zijn. Jij bent ook een Brabant. Dus je bent een beetje thuis eigenlijk. Ja. Ik ben geen Brabant dan. Zou ik zingen we nog, hier werk ik thuis. Ja. Hier werk ik thuis. Hij gaat doodlen, ja. En wil ik steeds meer of steeds groter, ik kom wel weer op de grond. Val met mijn neus in de boter, of soms op mijn kont in de stroom. Laat de maat schuiven, de is gezond. Deze jongen, laat hem lopen. Deze jongen, laat hem maar doen. Deze jongen, kun je niet lopen. Deze jongen, we geen miljoen. Deze jongen, laat hem lopen. Deze jongen, ik kan er niet op aan. Deze jongen, voor geen miljoen. Zo! Mijn vader, of zoals ze bij ons in Brabant zeggen, ons vader. Dat is Hovenier in Nuenen. Nuenen ligt bij Eindhoven. Klein dorp. Tenminste toen nog. Nu is het een groot forense plaats van Eindhoven. Met grote dure huizen. Maar toen was het nog een klein boerendorp met wat middenstand. En mensen die bij Philips in Eindhoven werkten. Mijn vader had een hoveniersbedrijf. En als klein manneke vond ik het fascinerend om te zien. Hoe die s'avonds aan de keukentafel. Een groot vel papiervorm, een heleboel kleurpotloden, een passer, een gum, een liniaal, een pennen en potloden. Op het platte vlak zat te bedenken hoe de tuin die hij de volgende dag zou gaan aanleggen bij een of andere grote baas van Philips, hoe die eruit zou gaan zien. En als ik braaf was geweest, dan mocht ik van ons moeder altijd nog even gaan kijken als je maar stil bent, jongen. Ja. En ik was muisstil, ademloos, zat ik te kijken. De boom. Ik heb mijn pyjama aan,
maar ik hoef nog niet naar bed. Onze vader zit te werken, heeft de radio zachtjes aangezet. Mag ik komen kijken, papa? Kijken wat je doet. Hij zei, jongen, kom maar hier op mijn knie. Kom eens kijken wat ik zie. Hier komt het water en daar een boom. En hier komt een trap voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw en daar het licht. En later wordt dit een prachtig gezicht. Op de tafel ligt een tekening. Hij zegt, deze platte grond. Dit is een huis en voor de mensen die daar wonen, kijk ik wat er rond hem heen kan. Papa, kant er ook de lindenboom, net zoals bij ons. Hij zei, jongen, voor de huis daar komt de lindenboom, ik zet hem zelf in de grond. Hier komt het water en daar die boom. Hier komt een trap, voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw en daar het licht. En later wordt hier een prachtig gezicht. Onze vader is onze lieve heer, op de vierkante meter. Maar van onkruid en luizen en zo meer, moest onze vader niks weten. La, da, 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 da. Onze vader is doodgegaan op de mooie lentedag. Onze lieve heer had een tuinman nodig. Logisch dat hij aan onze vader dacht. Maar hier staat die grote boom die hij nog heeft geplant. Die groeit tot aan de hemel en die wordt dood in het zand. Hier is het water en daar die boom. En hier is de trap naar het uitzicht van later. Hier is de schaduw en daar het licht.